De fractieleider van de NDP, André Misikaba, heeft donderdag in DNA tijdens de algemene politieke beschouwingen een oproep gedaan om te werken naar de verbanning van moorden op vrouwen in Suriname. Onze samenleving is in het jaar 2018 een aantal keren opgeschrikt door gruwelijke moorden op vrouwen door iemand die ze ooit in hun leven hebben liefgehad. Of vertrouwd en in sommige gevallen zelfs echtgenoten, iemand met wie ze het bord en het bed hebben gedeeld. Volgens cijfers van de politie hadden we in 2014 8 gevallen van femicide, waarvan 7 door de partner of ex-partner gepleegd. In 2015 waren er 13 moorden op vrouwen, waarvan 10 door de partner of ex-partner gepleegd. 2016 telde 16 moorden op vrouwen. 13 zijn gepleegd door de partner of ex-partner. We telden 12 moorden op vrouwen in 2017. En in 7 gevallen was de moordenaar de partner of ex-partner. Kaba zegt verder dat procentueel het aantal moorden op vrouwen is gesteld op 11,4%. En dat is veel te veel voor onze kleine samenleving. Volgens het Bureau voor Genderaangelegenheden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ervaart 1 op 3 vrouwen in ons land geweld in hun leven. Ik roep ook op om femicide, oftewel vrouwenmoord, niet te brengen in een algemene benadering van geweld tegen de mens. Want daarmee wordt het accent totaal verlegd. Femicide is een heel specifieke vorm van geweld dat diep geworteld is in de bestaande machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen. Waarbij vele mannen nog steeds rondlopen met het oeridee dat de vrouw hun bezit is en daardoor met haar mogen doen en laten wat zij willen. Zie daar de noodzaak van een holistische benadering bij de aanpak van dit vraagstuk. We zijn met z'n allen eens dat we een geweldloze samenleving willen. Maar voorzitter, wanneer vrouwen al dan niet in de reproductieve fase van hun leven partners, moeders, dochters, schoondochters, zussen, nichten, tantes, oma's, zwagerinnen en vriendinnen op deze barbaarse manier uit dit leven worden gerukt, dan moeten wij ons wel diep bezinnen en collectief met vereende krachten als mannen van Suriname een halt hierin brengen. André Misikaba, fractieleider van de NDP. Hij heeft in DNA een oproep gedaan aan het parlement en de totale Surinaamse samenleving om de moorden op vrouwen te verbannen.